Snoeiharde kritiek op het functioneren van de jeugdzorg. Het is maandag 12 oktober, dit is Zeeland Nu. Uithuisplaatsingen vaak onnodig. Deze week 341 coronabesmettingen en ouderen mijden hun sportclubs. Dames en heren, goedenavond. Kinderen worden onterecht uit huis of onder toezicht geplaatst, omdat jeugdzorg geen goed onderzoek doet naar hun situatie. Dat is de conclusie van sociaalpedagoog Harry Bernsen na het bestuderen van 200 zaken. De Zeeuwse jeugdzorgorganisaties herkennen zich niet in de kritiek, maar volgens Bernsen gaat het ook hier mis. Als ik zo kijk naar mijn dossiers in elk geval, dat 40% deugt. 60% niet? Niet. Ik denk dat in 60% van de gevallen de OTS of een uithuisplaatsing onterecht is uitgesproken. Dat er andere mogelijkheden waren om het probleem op te lossen. In Zeeland wonen 80.000 kinderen. 1 op de 10 van hen krijgt met jeugdzorg te maken. Dat zijn dus ruim 8.000 kinderen. In de meeste gevallen gaat het dan om kleine vormen van therapie. Maar soms heeft jeugdzorg grote gevolgen. Kinderen worden onder toezicht gesteld, krijgen dan te maken met de gezinsvoogd, of als het echt niet gaat, worden ze uit huis geplaatst. En dat gebeurt pas als de rechter daar toestemming voor geeft. En in dat proces gaat veel mis, zegt Harry Bernsen, vooral in het opbouwen van de dossiers. Maar het punt is, op het moment dat je mensen die niet zijn opgeleid voor een onderzoekstaak, of niet zijn opgeleid om een rapport of situaties te evalueren, die dat werk laat doen, dan geef je ze een taak die ze niet aankunnen en dan gaat het mis. En dat is, zeg maar, schering en inslag. Onderzoek doen naar gezinssituaties is een gedragswetenschappelijke aangelegenheid. En kun je niet zomaar iedereen overlaten. In Zeeland zijn in 2019 ongeveer 765 kinderen onder toezicht gesteld. Als het klopt wat Bernsen beweert, gebeurde dat dus honderden keren onterecht. Ik heb ook cliënten in Zeeland gehad. Ik zie daar geen verschillen. Ik zie geen verschillen. Het is all over, is de kwaliteit van de rapportages en van het onderzoek, van het feitenonderzoek, is gewoon te laag. En daarmee loop je een grote kans dat kinderen ten onrechte uit huis geplaatst of ten onrechte onder een OTS terechtkomen. En dat is kindbeschadigend. Het geeft heel veel stress bij kinderen. Ik kom ook hele getraumatiseerde ouders tegen die zich zo onrechtvaardig behandeld voelen, omdat ze zich helemaal niet herkennen in rapporten. Die zeggen, dan ben ik dat. Bij mij in de studio is verslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, jij hebt hem gesproken over deze kritiek die hij heeft. En dat is forse kritiek. Komt die kritiek nou alleen van hem? Nee, zeker niet. Ik heb ook verschillende Zeeuwse ouders gesproken. Die hebben dezelfde kritiek, zeggen dat hun kind onterecht uit huis is geplaatst. Dat ze niet gehoord zijn door jeugdzorg. Ja, het lastige is natuurlijk, jeugdzorgorganisaties gaan niet in op individuele gevallen vanwege de privacy. Nee, die organisaties, wat vinden die eigenlijk van de kritiek die ze nu krijgen? Nou ja, bij uithuisplaatsingen heb je bijvoorbeeld te maken met de Raad voor de Kinderbescherming, maar bijvoorbeeld ook met jeugdbeschermingsorganisatie Intervens. Nou, die beide organisaties zeggen zich niet te herkennen in dit beeld. Ze zeggen, wij doen wel degelijk gedegen en onafhankelijk onderzoek. En zeggen ze, ja, ouders kunnen ook altijd in beroep gaan als ze het niet eens zijn met de genomen beslissing. Marieke Kerklaan, dankjewel. De GGD Zeeland heeft de afgelopen weken 341 nieuwe coronabesmettingen geteld. Een flinke stijging. De week ervoor waren het er 222 en de week daarvoor 124. Die groei is ook niet heel groot. Hè. Dus het zijn, natuurlijk zijn het aantallen en het is zorgelijk, maar we groeien wel minder hard dan elders in het land. En dat zagen we in de eerste golf ook en dat zien we in de tweede golf ook. Maar desalniettemin, je wilt geen groei, je wilt dat het virus teruggedrongen wordt. Morgen zal het kabinet zeer waarschijnlijk strengere maatregelen aankondigen die het aantal besmettingen moeten terugdringen. Horecaondernemers vrezen dat ze moeten sluiten of dat de openingstijden weer aangepast zullen worden. Alles waar mensen komen zal worden bekeken, maar op het moment dat wij nu kijken naar een bedrijf als dit, waar uiteindelijk overdag en 's avonds 30 mensen mogen binnenkomen, kun je bijna niet veiliger zitten dan in de horeca, roep ik maar. En ik hoop dat ze dat ook zien en dat het kabinet uiteindelijk ook realiseert dat illegale feesten in schuren, bij derden, maar ook bij mensen thuis, dat die veel belangrijker zijn voor de verspreiding van het virus dan een horecabedrijf zoals dit. Vreest u voor sluiting? Ik ben er wel bang voor, ja. En ik denk juist dat je een averechts effect gaat krijgen. Als we de horeca eerder gaan sluiten, wordt het risico dat mensen thuis of op illegale plekken dingen gaan doen, alleen maar groter. Gerda van Leeuwen, hier op Archiefbeeld, wordt de nieuwe politiechef van Zeeland-West-Brabant.
Nu nog werkt ze als het hoofd operatieën van de eenheid Midden-Nederland. Van Leeuwen volgt half november Hanneke Ekelmans op, die het na een kleine 3 jaar voor gezien houdt hier. Shirien van Anrooy uit Capelle mag zichzelf vanaf volgend seizoen profwielrenner noemen. De afgelopen weken liep ze stage bij de World Tour ploeg van Trek Segafredo. En daar heeft van Anrooy nu een 2-jarig contract getekend. Ze geldt als een talent in de wielerwereld en won vorig jaar nog in Alkmaar het Europees kampioenschap tijdrijden voor belofte. En de wedstrijd tussen Goes en Hoek in de derde divisie is verplaatst. De wedstrijd wordt nu op vrijdag 23 november gespeeld in plaats van de zaterdag erna. De wedstrijd werd vorig seizoen ook al van de zaterdag naar de vrijdag verplaatst om meer toeschouwers te trekken. Maar vanwege de coronamaatregelen mag er dit jaar natuurlijk geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. De eerste periode is voor een nieuwe trainer natuurlijk altijd spannend. Maar je zult maar net nu, in deze onzekere coronaperiode, aan een nieuw avontuur moeten beginnen. Dat is het geval voor Asdin Boufrahi, de nieuwe trainer van de zaalvoetbalclub Groene Ster. Het enige wat we moeten doen is vandaag gewoon niet lullen, maar gewoon poetsen. Yes, we moeten gewoon werken. Asdin Boufrahi is een echte Vlissinger met veel passie voor zaalvoetbal. Voor hem was het geen gemakkelijke route om hoofdtrainer te worden van Groene Ster. Denk aan de ritjes, je TC-cursus die je moet behalen, maar ook de wedstrijden die je moet volgen, ook los van Groene Ster. Dus er zit best wel veel werk in. Ik ben eigenlijk best wel blij dat ik het uiteindelijk ben geworden. Boufrahi was trainer bij elk team van de zaalvoetbalclub, maar moest wel even wachten op zijn kans bij het eerste team. De afgelopen 2 seizoenen stond er namelijk een trainer voor de groep die niet uit Zeeland kwam. Daar was ik ook niet altijd helemaal happy mee. Uiteindelijk toch wel blij om dat ik Sammy Jacoubi heb mogen leren kennen. Dat ik Youssef El Badi heb mogen leren kennen. Dat ik heb samen mogen werken met Hisham Benhamou. Dus dat zijn wel echt wel trainers die best wel hoog staan. Althans, ja, zeker voor mij. Qua prestatie en hoe zij training geven. Boys, gefocust weer. Kom, gefocust weer. Woensdag hebben we heel veel verteld. We hebben heel veel laten zien. Ik heb net 5 minuten wat kort verteld, boys. Nu uitvoeren. Ik doe heel veel vanuit emotie. In de afgelopen periode heb ik wel echt geleerd van, joh, weet je, laat dat een beetje los en ga meer vanuit spelprincipes werken. Dit is een team je kan het tactisch bijleren, maar daar zit zoveel vanuit het hart wat gewerkt wordt. Groene Ster is met 4 nederlagen uit 5 wedstrijden niet lekker aan het seizoen begonnen. Maar volgens Boufrahi is er nog geen man overboord. Halverwege het seizoen kijken we waar we staan. En daaruit kunnen we echt concreet een doelstelling trekken van wat willen we. De club staat bekend om hun fanatieke aanhang die door het coronavirus nu niet de zaal in mag. Boufrahi mist de support. Je mist echt het ambiance van de supporters die echt achter Groene Ster staat. Mocht er komend weekend nog gewoon gesport worden, dan kunnen de fans van Groene Ster hun team aanmoedigen. Want de wedstrijd wordt via een livestream uitgezonden in de bioscoop in Vlissingen. Ouderen zijn nog altijd bang om vanwege het coronavirus naar de sportvereniging te komen. Uit onderzoek van NOC-NSF blijkt dat landelijk 20% van de ouderen niet naar de sportclub durft te komen. En die trend is ook zichtbaar in Zeeland. Bij de Jeu de Boel Club in Middelburg is het veel rustiger dan normaal. Nog niet eens de helft van de banen wordt gebruikt. En de toernooien zijn ook veel minder druk bezet. Ongeveer 1/4 van de leden durft voorlopig nog niet de Jeu de Boelen. We hebben zo'n 200 leden die regelmatig boelen. En we kunnen toch wel zeggen dat er zeker een 40 man hebben sinds maart niet gezien. En we hebben er ook wel een 40-tal die heel onregelmatig komen omdat ze het gewoon nog niet vertrouwen. Er zijn mensen die komen niet omdat ze bang zijn, dat klopt. En ja, daar moet je ook respect voor hebben natuurlijk. We hebben ook iemand in de wedstrijdcommissie en daar respecteren we gewoon. Die zegt, nou, ik durf deze groep, zo'n groep, grote groep niet aan. En die komt dus niet. Patrick Vader van Sport Zeeland ziet ook dat de ouderen nog angstig zijn om te sporten. Hij denkt zelfs dat de cijfers in Zeeland nog hoger liggen dan in de rest van het land. Meestal is het wel zo dat we die landelijke cijfers kunnen afleiden naar Zeeland. Alleen Zeeland is ook wel een provincie met veel ouderen. We hebben veel actieve ouderen. Dus het zou best kunnen zijn dat het percentage nog iets hoger ligt. Maar dat hangt wel af van de activiteiten. Dus ga je naar welke categorie kijk je dan? Als we naar de verzorgingstehuizen kijken waar mensen, waarvoor het ook belangrijk is dat ze bewegen. Ja, er mogen geen vrijwilligers komen en die verzorgen normaal de activiteiten. Daar bewegen ze eigenlijk nog minder.
Voor de verenigingen betekent dit dat er ook op lange termijn financiële problemen komen. De uitgaven blijven hetzelfde. We moeten de huur en de pacht betalen, we moeten het elektrisch betalen. En je kan wel met minder mensen op de banen komen, maar als je de banen al uit elkaar gooit, alle licht moet toch aan. Dus je hebt gas, water, elektra, noem het. De uitgaven blijven hetzelfde. Alleen de inkomsten zijn minder. Ondanks deze zware tijd ziet Vermeulen de toekomst nog positief in. Komt er eind aan, maar je moet zorgen dat je door dat dal heen komt. En dat, kijk, alles is er geschrapt van wensenlijstjes van de diverse commissies. En daar heeft iedereen begrip voor ook. En we zien er doorheen te komen. Dat moeten we met z'n allen doen. Ja, en dat gaat u wel lukken, denkt u? Dat gaat ons lukken, ja. We kijken daar echt waar het nijpend is of we die clubs kunnen helpen. Die moeten ook naar een lokale situatie toe en zeggen, nou, we hebben dat probleem ook daadwerkelijk. Nou, door de voorzitter werd ook al gezegd dat er vanuit het landelijk beleid ook regelingen zijn opgesteld. Ik denk dat we daar naar moeten blijven kijken om ervoor te zorgen dat er geen verenigingen omvallen. Want we hebben met z'n allen belang bij dat al die inwoners van Zeeland natuurlijk blijven sporten. En aan de handhaving van deze Marshall zal het in ieder geval niet liggen. Dus heeft nog niet zo vaak iemand op de vingers hoeven tikken? Nee. Er wordt wel eens een keer gevraagd, Jan, mag je ook boetes uitdelen? Dan maak ik er een geintje van en zeg ik, nee, maar ik trek wel punten af. Een mooie dag was het met veel zon en eerst ook weinig wind. En vanmiddag was er wat meer wind, maar nog steeds hartstikke veel zon. Overigens was dat wel maar eenmalig, dat mooie weer, want morgen valt er alweer veel regen. En is het met name vanwege die frisse wind ook koud, 11 tot 13 graden. Het is de Dutch Food Week, waarin goed en duurzaam eten centraal staat. Want wat je eet en waar het vandaan komt is heel belangrijk. Vertellen Zeeuwse chefs zometeen in evenement van de week. Waar let je op bij het kopen van vlees? Ja, dat het een mooi product is, hè? Dat het goed is. Ja, er zit veel smaak aan, dus het is een mooi duurzaam product. En waarom zou je het van ver halen als het van dichtbij kan, toch? Zo is het. Daarna natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen van Jules Gernaert. En ik wens u alvast een hele fijne maandagavond.